Ja, een kleine reactie aan de hand van de video van Marijn. Ik ben dus meerdere malen benaderd door volgers van mij om eens een kijkje te nemen op zijn kanaal over zijn video over TRT. Vond ik misschien wel interessant, zoals de meesten weten ben ik daar heel druk mee bezig. Wel op een iets andere manier dan, aangezien ik wel steroïden heb gebruikt en hij in het verleden nooit. Maar goed, ik ken Marijn verder niet persoonlijk. Ik heb voor de rest ook niks tegen hem. Maar, ik heb hem één keer ontmoet trouwens via Stefan op de SAP Club. Toen heb ik hem even geholpen met zijn tanning om hem op het podium te krijgen. Maar goed, ik volg Marijn voor de rest niet. Dus ik ben even naar zijn YouTube kanaal gegaan om, om de video te bekijken. Want ik vond het wel interessant wat daar de gedachtegang van was. Maar verschillende mensen die vroegen mijn mening daarover. Dus vandaar ook even deze video. Ik ben dus naar zijn kanaal geweest. Ik heb de video bekeken. Was wel vrij lang. Maar goed, ik ben er uiteindelijk gelukkig nog doorheen gekomen. Het werd een beetje een heel langdradig verhaal. Waar hij zich meer moest verantwoorden. Waarom hij TRT doet. Naar zijn volgers. Ik snap het allemaal wel. Als je zoveel kijkers hebt, krijg je altijd haat. Sommige positief, sommige negatief. Maar goed, ik vond het een beetje een langdradig verhaal. En het verhaal vond ik ook niet helemaal sterk. Want hij is dus TRT begonnen. Voor zover ik begrijp, omdat hij niet echt progressie meer maakt in de gym. Hij traint al heel wat jaren. Wat hij zegt, al 10 jaar. Hij gaat niet echt meer vooruit. Dat was een van de beweegredenen. Het lichte vorm van depressie. En misschien energie wat laag of zo. Ik weet het niet. Maar goed, hij heeft dus een arts gevonden die hem TRT voorschrijft. Vond ik ook al heel frappant, want die ga je echt niet 1, 2, 3 zo vinden. Die jouw TRT voorschrijft voordat je hebt geprobeerd jouw testosteron op een andere manier te verhogen. Want er zijn zeker wel manieren voor. Hè? Want ik sta er wel van te kijken dat hij best wel veel weet van voeding blijkbaar. Gezien dat hij ook boeken schrijft erover en training en et cetera, et cetera. Maar ik hoor nergens dat hij heeft geprobeerd om zijn testosteron op een natuurlijke niveau te boosten. Hè? Aan de hand van zijn eten misschien omhoog te gooien, aangezien hij al best wel lang in een tekort zit al die jaren, omdat hij best wel droog is. Maar goed, vind ik een slecht excuus, want ik ken zat gasten die continu droog zijn en ook een hoger testosteron niveau hebben. Maar goed, zijn slaap kan misschien beter. Kijk, hij heeft heel veel druk, hè, want hij is een influencer. Mensen weten influencers. Ja, ik hou er niet zo van. Ik ga er niet te veel woorden over vuil maken. Dan kan je mijn andere video bekijken. Maar goed, die hebben een hele grote druk om video's te maken en te presteren. Want ze moeten natuurlijk wel op de voorgrond blijven. Want stel je voor dat ze niet meer naar je video's kijken. Want de volgende YouTuber-influencer die staat al om de deur. Dus ja, ze moeten wel kunnen blijven presteren. En dat is best wel een hele grote druk die zich op zichzelf leggen of hebben. Brengt ook veel stress met zich mee. Maar heeft hij überhaupt daar wat aan gedaan? Aan dat stressniveau. Om dat te verbeteren. Want mensen weten, hoge stress kan ook parten spelen met testosteronniveau. Misschien had hij wel chronische stress, continu slaaptekort. Was zijn eten niet goed? Was hij overtraind? Dus er zijn al 4 variabelen die ik niet in zijn video heb gehoord. Die hij heeft aangepast om zijn natuurlijke testosteronniveau te boosten. Kijk, hij zal niet 10 punten omhoog gaan qua testosteron. Maar om dat soort dingen te doen kan je zeker 4, 5, 6 punten omhoog schieten. Waardoor je al veel beter voelt. Hij heeft het wel over dat hij even een tijdje vakantie is geweest. En eventjes rust heb genomen. Maar goed, we praten hier wel over systematisch. Maanden waar je dit moet gaan hanteren. Dus maandenlang op je voeding letten, maandenlang stress reduceren, maandenlang je slaap optimaliseren, maandenlang je training optimaliseren, dus niet overtrainen, continu. Nou, het enige wat ik hoor is een kleine shortcut naar TRT onder toezicht van een arts. Ten eerste, ik heb geen bloedwaardes gezien waarin waarin we kunnen zien dat zijn testosteron echt te laag is. Dus echt medisch te laag is. Dan zou hij in aanmerking kunnen komen voor een TRT. Maar dat gaat sowieso niet gelijk gebeuren.
Ze gaan eerst natuurlijk altijd andere oplossingen zoeken om dat toe te schrijven. Dus ik denk dat het via een privéarts gaat of zo. Maar goed, hij heeft het over een arts en deze komt niet in beeld. Dat vind ik heel erg jammer. En die vertelt dus ook niet van waarom ze dit doen. Misschien was dit wel de laatste uitweg of iets dergelijks. We weten niet welke dosis die krijgt qua behandeling. Zet hij 1 keer per week, 1 keer per 2 weken, 1 keer per 3 weken. Dat zijn allemaal dingen die de fans misschien wel willen weten. Maar ja, het enige wat we horen is dat hij TRT neemt en dat hij meer massa wil bouwen. Ik weet niet, wat vind ik ervan? Ik vind het een beetje een raar verhaal. Misschien wil hij nog verduidelijking geven in toekomstige video's. En kunnen we daar wat meer mee. Maar goed, dat was dus een beetje mijn kijk op het hele gebeuren. Voor de rest heb ik er niet heel veel over te zeggen. We gaan het zien. Later.